Hallo dames en heren, met Sander de Smit. Een nieuwe video. Wij zijn nu in Noordwolde. Dat is een dorpje in Friesland, of Drenthe. En ik laat eventjes het dorp eventjes zien. Dat doen we ongeveer 5 minuten en dan kun je een klein stukje zien van waar ik ben. Let's go! We gaan nu een stukje lopen over de markt. En dan. We lopen nu over de markt. Het is best wel mooi, klein, maar fijn. Zo. En we zijn nu in de straat of zo. Dit is een paar winkels of zo, een 2 op 3. Valt er weg mee. En hier is, achter mij is niet zo heel veel meer te zien. Maar, ik loop een klein rondje en dan ga ik daarna die kant weer op, want ik moest straks om 2 uur nog aan het werk. En dan werk ik weer met dieren, mijn dierenpark. Een mooie kleding aan. En hier is nog een kledingwinkel. En nog een bloemenwinkel. En je kan hier pinnen. Pinautomaat. Daar. Voor de rest is het niet zo heel groot. We gaan nu een klein stukje die kant op. Van daar achter de school. En dat zijn ze nog aan het werken. Dus daar gaan we niet kijken. Ik ben nu om te kijken. Iets voor. 12 uur gaan of zo. Even kijken hoe laat het nu is. Het is nu bijna 1 uur. Ik ben rond 12:15 ben ik hier gekomen. Dus ik ben een mooi poosje geweest. Hier hebben we nog een molen. En voor mij kun je daar ook kijken. Soms in sommige dagen kun je daar binnen kijken. Daar heb je dingen van ouderwets tot moderne display of zo. Ik weet niet wat het inhoudt. Maar mooi genoeg toch? En hier heb je achter mij niet zo heel veel. En hier heb je nog een heel klein centrumje. Dat kan ik zo wel zien. Kijk, hier hebben we dan een Jumbo en een kledingwinkel. Ik kan wel even een klein stukje laten zien, maar hoeft niet te veel. We lopen hier door daarachter. Helemaal daarachter is de Lidl, kun je wel een beetje zien. En hier gaan we dan even naar binnen. Dan lopen we zo door naar. Nou, we gaan hier naar binnen voor het pad. Dat kan niet. Zoals je ziet, kledingwinkel. En daar is de Jumbo. En Jumbo. We gaan nu doorlopen tot. Daar ga je nou een stukje vanaf. Er is nog meer te zien. En daarachter is de Lidl. Oh, er is niet zoveel meer. Daarachter is de Lidl. Maar voor de rest is er niks meer. Zoals je ziet is er niet veel. En dat is het. Dus kunnen we weer terug. En er is niet veel te zien. Klein dorpje. Gisteren ben ik bij Steenwijk geweest. Dat kan ik ook een keer laten zien op een video. Dat is wel mooi. Dat is een kleine stad. Het lijkt een beetje op een dorp, een grote dorp, maar het is een klein stadje, zeggen ze. Zo. En dat was. We gaan even tussendoor, dat is makkelijker. Dus nu kan ik even niet zoveel praten, maar we gaan nu naar binnen in de winkel. En dan is het een beetje asociaal als je praat. Dus. Hey. Dus we gaan naar de Jumbo. En hier nog een klein kledingwinkel. Dus ja. Hey. Hey.
dan zijn we zo uit de winkel. En hier hebben we nog een kinderwinkel, kledingzaakje. Waar we even heen lopen. En daarachter is een kledingzaak voor kinderen. Hier. Kids kleding. Dat hebben we ook nog. En voor de rest is het eigenlijk alles wel. En ja, daar heb ik nog een kruidvat. En nog een bakker. En nog een drogist. Kortom, er is nog wel wat te zien hier, maar niet zo heel veel dat je denkt van, oh, we moeten de hele dag erbij of zo. Maar dan sluit ik hierbij af. Dan komt er een volgende video vandaag of morgen. Doei.